Welkom bij Cooking Spaces. Onze kok Johan Frank maakt vandaag gepocheerde kabeljauw met gegrilde groene asperges. En ik heb ook een leuke babbel met Bieke den Olf van Go Shop Olive Oil. Welkom. Johan, met wat ga jij ons vandaag culinair verleiden? Vandaag gaan we een gepocheerde kabeljauw maken met gegrilde groene asperges en een lauwe vinaigrette van tomaat en basilicum. Klinkt bijzonder lekker. Hoe begin je daar nu aan? Dus we beginnen met de asperges. Ja. Dus deze zijn groene asperges. Dus we gaan enkel de onderkant schillen. Zeg, waarom de bovenkant niet? Omdat dat niet taai is. Bij witte asperges wel, maar bij groene asperges, omdat die iets boven de grond uitkomen. Okay. En dan breken we de asperges af. En juist op het punt, het taaie punt, breekt hij af. En dat is wat we nodig hebben? En dat is wat we nodig hebben. Oké. Okay. Ik zie hier ook nog vrolijke tomaten liggen. Ja, die mag u in vier snijden. In vier? Jij doet ondertussen de asperges. Dat. Ja. Zeg Johan, asperges valt toch zo onder het aphrodisiacum? Ja, dat is inderdaad. Groepje. Dus dat betekent wat voor ons straks? Het wordt een lange dag vandaag en een lekkere. We nemen de kabeljauw. Ik neem altijd kabeljauw met vel, omdat het vaster is van structuur. En dat vel houdt echt dat vlees samen. Peper en zout. Dit gaat nu een vijftal minuutjes in de steamer, de stoomoven. Wat gaan we nu nog doen? Nu gaan we de asperges eerst koken. Ja. Dus altijd een beetje zout in doen. Stevige snuif. Ja. Dus groene groenten altijd in kokend gezouten water, anders worden die zo bruin. Ja. Dus dan behouden die goed de kleur. De vinaigrette dan, hoe maken we die precies? Ja, dus we nemen een fijn gesneden shallot, blokjes van Italiaanse tomaat. Voilà, die jij gesneden hebt. Mooi hè? Basilicum. Ja. Olijfolie van koude persing. Ja. En dan oude balsamico. Dit gaan we allemaal samen mengen. We gaan dat met peper en zout. Peper en zout. En we gaan dat over de gepocheerde vis. Oké. Die is snel aan het stomen. Ja. Asperges moeten koken, hoe lang koken die? 7 minuutjes. 7 minuten. Ja. Geef mij net de tijd om de geheimen van de olijfolie te ontdekken. Tot ziens. Ja. Dag Bieke. Dag Hilde. Jij bent de dame die alles weet over olijfolie. Ja. Je hebt ook een aantal flessen meegebracht vandaag. Dat klopt. Het heeft alles te maken met gezondheid. Juist. We schuiven daar drie belangrijke voordelen naar voren die olijfolie heeft tegenover andere olieën of andere vetten. Ja. Omdat we hier dus spreken over lagere vetzuren, de gezonde vetzuren dan althans, en de mindere calorieën en ook geen cholesterol. Klinkt goed. Ja. Hoe herken je nu zo'n echt goede kwalitatieve olijfolie? Kwalitatieve olijfolie spreken we vooral dus over na de pluk. Moet het zo vlug mogelijk geperst worden, dat is punt 1. Ja. En spreken we ook over een koude persing. Dus hoe sneller geperst na de pluk, hoe beter de kwaliteit. Dat is belangrijk, ja. Hoeveel olijven zitten er nu in zo'n 1 fles? Uit een olijf haal je sowieso 15-35% sappen. Dus dat betekent dat er 6 kilogram olijven bijna in een fles hoeft. Deze olijfolie heeft altijd correct 667 olijven in de fles. Enorm veel, hè? Dat is veel. Is dat een, heel veel. Een hele boom? Ja, dat is een volledige boom. In één fles? Hangt ook af van de leeftijd van de boom. Ja, goed. Dus hoe ouder, hoe meer dracht die eigenlijk heeft. Goed. Ben jij een keukenprinses? Niet echt, maar ik probeer wel altijd zo gezond mogelijk te koken. Met olijfolie? Uiteraard. Ja. Als ik nu echt een goede olie wil kopen, moet ik dan vooral op de prijs letten of toch proeven? Nee, absoluut niet. Prijs... Kwaliteit is heel belangrijk, dus die proef je echt wel best en dan ook zuiver op een lepel. Mag met brood, maar nog eens, in brood zit zout, dus verdoezel je eigenlijk sowieso wel een deel van de goede kwaliteiten van de olijfolie. Ja. En om te bewaren, hoe doen we dat? Die hou je best donker, zonder licht, zonder lucht ook aan en op een constante temperatuur. Volgens mij ruik ik al de olijfolie, kan het? Ja, ik denk dat Johan al flink bezig is. Ik ga eens kijken dan. Goed, dankjewel. Dank je. Johan, het ruikt lekker. De vinaigrette is ook klaar ondertussen. Ja. Ja. En nu? Dus de asperges zijn nu klaar. Ja. Nu gaan we die schrikken, dus afkoelen in koud water. Is dat ook voor de kleur te behouden? Ja. Okay. En om de gaartijd stop te zetten eigenlijk.
We gaan de asperges grillen. Hoe lang duurt dat ongeveer? Ik ga die gewoon even grillen om kleur te geven. En ook de smaak weer van de olijfolie ten goede te komen. Welke kleur? Een bruine kleur. Dus doe even zoals je een gerulde tonijn hebt of zo. Oké. Peper en zout? Peper en zout, ja. Is dit nu een van jouw lievelingsgerechten zelf? Ik vind het wel. Ik vind het een hele mooie combinatie van een heel licht rood. Ja. We werken straks af met de vinaigrette dan. Is het dan klaar? Ja, dan is het volledig klaar. Ja, de vis. Ja. Voor jou is nu gaar. Ja. En nu kunnen wij dresseren. Leggen onderaan de asperges. Ja. Kan ik ook iets doen? Zonder het te laten vallen? Je mag misschien de vinaigrette. De vinaigrette, ja. Ja. Zeg maar, dat is dus schoon gesneden. Doe ik het echt op de vis of doe ik het rond de... Nee, echt op de vis. Ah ja. En de olijfolie en balsamico gaat er zo mooi afdruipen. Ik zou zeggen nog, hè? Of is het goed zo? Nee, nog. Mag het er zo wat afdruipen? Ja, dat is de bedoeling. Zeg, als je dit gerecht niet in een kookboek zou zetten, welke naam zou jij het geven? Gepocheerde kabeljauw. Ja. Met een lauwe vinaigrette van tomaat en basilicum. À la Johan. À la Johan, voilà. Ja. Klaar. Klaar? Klaar. Eten stijf, ben je klaar? Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel, Johan. Smakelijk. Dank je. En denk je ervan? Ruikt het? Alles goed uit, hè? 20 minuutjes, snel klaar en supergezond. Hopelijk kunnen jullie het thuis ook. Wij gaan eens proeven. Heel graag tot de volgende keer. Smakelijk, hè? Smakelijk eten. Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Cooking Spaces.